Goedemiddag, welkom bij Sleutelstad. Fijn dat jullie allemaal kijken. Koningsdag 2021. Vorig jaar zeiden we, dat willen we nooit meer. En dit jaar zitten we toch weer met z'n allen aan de beperkingen, helaas. Een dag, zoals de koning vanmorgen zei, om niet te vergeten, maar ook om liever nooit meer te herhalen. We hebben een mooi programma voor jullie samengesteld. We gaan een aantal prijswinnaars bekendmaken. Tekenwedstrijden komen langs, fotowedstrijden. Talent, we gaan het talent van Leiden spotten, muziektalent. En we hebben ook de voorzitter van de Oranje Vereniging Leiden hier in de studio. Trudy, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent op een dag die er waarschijnlijk voor jullie toch weer heel anders uitziet dan je had gehoopt. Ja, een beetje in als herhaling van vorig jaar. En jammer, want we hadden eigenlijk wel heel stiekem gehoopt dat we nu in de wijken zouden lopen. Maar ja, uiteindelijk heel eerlijk gezegd bleek toch wel al vrij snel dat het niet ging worden. En toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en zeiden we, ja, dan moeten we toch een online versie gaan neerzetten. Iets anders dan vorig jaar. Vorig jaar was een soort paniek van, want we wisten nog niet eens hoe het allemaal ging met dat corona natuurlijk. En nu konden we er wel echt over nadenken en hebben we een aantal, wat je net al zei, wedstrijden geïnitieerd. Waar mensen allemaal hun inzending konden uploaden op onze website. En we hebben een loterij geïnitieerd met een goed doel. Want een goed doel, die hebben het op dit moment ook heel moeilijk. En ik ben blij dat we nu een soort finale hebben. Want ja, iedereen denkt, nou je doet het wel even online. Maar het is ook wel moeilijk. Ik heb het vanmorgen ook in het Leids Dagblad gezegd. Het is ook wel moeilijk om mensen ook weer te mobiliseren om mee te doen. Omdat ze, ik reed net hier naartoe, omdat je toch wel een hoop verdwaalde mensen met een oranje t-shirt aan ziet hebben. En dat je denkt van, wat gaan ze nou allemaal doen? Ja. Ik hoop dan maar dat ze allemaal achter de televisie kruipen met z'n allen om te gaan kijken. Ja, je merkt inderdaad in de stad dat mensen toch een oranje outfit aantrekken, ja. En toch een beetje gaan kijken. We zijn uiteindelijk toch allemaal mensen die anderen willen opzoeken. Ja. Nou, dat kan gewoon heel weinig, helaas. Ja. Kun je nog iets vertellen over, over jullie bestuur? Hè? Jullie hebben een vereniging. Ja. En wat voor mensen zijn dat en waarom doen ze dit belangrijke werk eigenlijk? Waarom doen we dit? Het is een beetje een soort... Ja, hobby, je wordt daarvoor gevraagd en daardoor word je enthousiast. En daardoor ga je ook weer andere mensen erbij halen die ook enthousiast zijn. En zo hebben we een hartstikke leuk bestuur met een vaste kern. En dat is Marja Kwik, Corrie Boulet, Erik van Zuilen en Remco van Laarhoven. En jaarlijks hebben we er drie mensen bij. En dat zijn drie studenten. Eén van Augustinus, één van Quintus en één van Minerva. Die natuurlijk ook een totaal ander jaar achter de rug hebben als bestuursjaar dan dat ze gehoopt hadden. En dan kregen ze dit er ook nog eens een keer bij. We zijn, we zijn geloof ik één keer bij elkaar geweest omdat we een fotosessie hadden. En verder hebben we alles online gedaan. Ook voor ons is het raar. En nou ja, we hebben straks weer de bestuurswissel met de drie studenten die het aan iemand anders overdragen. En het voelt toch een beetje alsof het niet af is. Maar zeker bijvoorbeeld het Leiden Got Talent en de fotowedstrijd, die komen bij die studenten vandaan. Die zeiden van ja, als we dan online gaan, waarom zouden we dan niet zoiets doen? Dus ja, en wat ik vanmorgen in het bestuur ook even gememoreerd heb van ja, ik hoop dat we volgend jaar gewoon weer lekker de straat op kunnen. En op de Nieuwe Rijnfeesten en de kinderspelen en de wijken. Maar zo'n kleurwedstrijd of de loterij, waarom zou je dat niet wel weer gewoon online doen? Dus misschien brengt corona ook wel weer een heleboel leuke nieuwe dingen die je wel weer kunt meenemen naar het normale of back to normal, hoe we het ook gaan noemen. Ja, leuk om te horen dat jullie ook die verbinding hebben met jongeren, hè, via de studentenverenigingen, dat die ook elk jaar... rouleren en ook de schouders eronder zetten. Nou weten we dat jongeren het niet altijd even makkelijk hebben in deze tijd ook. Hoe gaat dat bij deze studenten? Wat voor rol hebben ze in jullie bestuur? De connectie met de jongelui. Dat proberen. Het social media oppakken. En een beetje dat aanjaaggevoel. Hoewel ik wel merk, zij kennen de stad niet zo goed. En dat maakt wel het verschil. Niet omdat ik het ben of om die andere bestuursleden, maar roep maar over iets. En er roept wel iemand van, oh ja, daar ken ik wel iemand. Of oh ja, dat doen we wel even zo of zo.
En dan zitten zij soms te kijken van waar hebben ze het in godsnaam over? Dus, en dat heb ik wel in al die jaren dat ik nu in bestuur zit van de Oranje Vereniging. Dat merk je wel, die studenten, dat bedoel ik niet naar die studenten, maar ja, die zitten toch in een bepaalde wereld. En bijvoorbeeld nu, Emma, die komt oorspronkelijk uit Leiden. En dan merk je onmiddellijk dat die connectie met die stad toch even wat simpeler is eigenlijk. Ja, mooi. Hey, een normale Koningsdag is inderdaad in de wijken vooral. Ja. Hè, dan, ik weet ook dat de burgemeester dan alle wijken afgaat met jullie. Hoe is dit nou anders voor jullie? Voelt dit nou als een teleurstelling? Of zeggen jullie van nou, we zetten de schouders eronder naar volgend jaar. Hoe is het voor jullie? Teleurstelling zou ik het zeker niet noemen. Dat was misschien vorig jaar wel, omdat we allemaal nog niet wisten. Maar we zijn nu een jaar verder en je moet helemaal niet meer over teleurstellingen praten. Het is zoals het is. En we zijn er ook nog niet, dus we zullen nog even vol moeten houden. En ik hoop echt dat we geen coronadag hebben. Dit is vandaag maar een Koningsdag. Maar ja, het is wel totaal anders. Normaal beginnen we om 9:00 en slepen we Henri door de hele stad. En gaat hij bij ieder kindje een boekje kopen. Dus we lopen allemaal met euro's en kwartjes en noem maar op. En is leuk en daar wordt gesport. En we lunchen bij Minerva en we hebben een heel vast programma. Maar dat is anders. En dat is een beetje eigenlijk hetzelfde wat ik net ook zei hier. Ik heb ook naar Eindhoven gekeken en ik dacht eerst, wat zou dat nou moeten worden? Maar ik heb een zeer aangenaam programma gezien. En toch was de stad erbij betrokken. Tuurlijk niet zoals het normaal is en niet met al die duizenden mensen. En of dat volgend jaar ook zo is, dat weet ik ook niet. Maar we hoeven ook niet meer iedereen een handje te geven. En dat is ook wel lekker, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, wat dat betreft kan de wereld er misschien toch net nu aan even echt te zwaaien. Iets anders uitzien. We hebben inderdaad kunnen zien dat het koninklijke het gezin wel ook toch ook de verbinding wist te maken. Zeker. Weliswaar dit via een quiz gaan wij vanmiddag niet doen. Nee. Maar wel met leuke andere elementen. Dus fijn dat jullie het weer georganiseerd hebben. En volgens mij zit er moed er aardig nog steeds in. We komen aan het einde van de uitzending nog even terug op hoe gaan we de brug leggen naar volgend jaar. Ja. We gaan aan de slag met de verschillende wedstrijden. Ja, we gaan kijken wie er met de prijzen vandoor gaan. Ja. En nogmaals aan je hele bestuur. Ja. Dank dat je dit wilt doen. En, tot volgend jaar. Geniet ervan straks allemaal. Oké, goed. Wij gaan eens kijken wat er verder in de stad gebeurt. Er is niet veel mogelijk, maar er gebeurt wel het een en ander. En daar hebben we wat mensen met een camera de straat op gestuurd. En daar gaat u nu iets van zien. Ja, we zouden nu kerstliedjes gaan doen. Maar ja, Sleutelstad TV heeft wel altijd iets bijzonders. En nou blijkt het dat Bianca heeft een nummer van Wies. Wies de Roo, voor mij nog steeds Wies Café. Mijn oude buurvrouw. Die heeft ze opnieuw opgenomen. Dat huisje bij de brug. En dat wil hij zo graag opnemen. Hij zegt, heb ik thuis ook nog wat te zien? En dat snap ik. Dus wij gooien die kerstliedjes even opzij. En dan krijgt u nu alleen maar, zo gezellig. Huisje bij de brug, door Bianca van Wies Café. Komt-ie. Het dorp is al lang niet meer, dat leuke plaatsje van toen. Met zijn kerkje, zijn pleintje, zijn stadhuis en plantsoen. En het mooiste van die tijd, daar denk ik vaak nog aan terug. Dat huisje, daar vlak bij de brug, eens per jaar. Ga ik terug naar dat huisje bij de brug, waar ik speelde als kind elke dag. Eens per jaar ga ik terug naar dat huisje bij de brug, wat ik altijd in mijn leven als het mooiste plekje zag. Ik denk nog vaak aan die winkel waar je snoep kocht voor een cent. Wat was je tevreden, wat was je verwend. Maar als ik terugkom in de tijd en ik mocht één ding overdoen, dan ging ik toch weer terug naar dat huisje van toen.
Eens per jaar ga ik terug naar dat huisje bij de brug, waar ik speelde als kind elke dag. Eens per jaar ga ik terug naar dat huisje bij de brug, wat ik altijd in mijn leven als het mooiste plekje zag. Maar het dorp groeide verder, het lijkt wel een stad. Veel van wat ik niet had verdween. Maar gelukkig is één ding uit die dagen gespaard. Het huisje bij de brug, dat bleef nog bewaard. Eens per jaar ga ik terug naar dat huisje bij de brug, waar ik speelde als kind elke dag. Eens per jaar ga ik terug naar dat huisje bij de brug, wat ik altijd in mijn leven als het mooiste plekje zag. Dankjewel, Ries, dat ik jouw liedje nog steeds mag zingen. Nou, dan kunnen we nu toch verder met de kerstliedjes. Ja, daar zijn we weer. Prachtige beelden vanuit de stad. Vanuit de Parelvissers, een Leids-icoon, Wiescafé. Die volgens mij intens zat te genieten van optreden van haar eigen liedje. Ik hoorde daarna dat ze overgegaan zijn op de kerstliedjes. Nou, dan was het tijd om ook weer even naar de studio te komen. Want dat lijkt me wat vroeg voor de Koningsdag. Wij gaan door met het programma. En we beginnen een aantal uitreikingen. We hebben straks nog meer te reiken. Maar we beginnen bij de tekenwedstrijd. En bij mij in de studio staat Pieter Onderwater. Pieter, welkom. Dankjewel. Ik heb begrepen, jij bent tekenaar van beroep. Ja. En daarnaast ben je ook nog een fameus poppenkastspeler, begrijp ik? Ja, nou, dat laatste kan helaas nu even niet. Nee, helaas. Maar vertel iets meer over je werk. Mijn hoofdzakelijke werk is tekeningen maken van de stad. Pentekeningen. En heel gedetailleerd. En daarbij doen we poppenkast. Jan Klaas en Katrijn, uitgeloste poppenkast. Dat heb ik meegekregen van mijn ouders. Die hebben dat 45 jaar gedaan. Zo. En mensen kunnen me nog wel eens zien op straat. Want dan sta ik met een marionet, viool te spelen, saxofoon, okay. Piano. Dus, okay, dus van alle dingetjes. Je bent echt een Leidse artiest, begrijp ik. Ja, een soort bent van. Ja, ja. En je hebt het over pentekeningen. Ja. Van vooral Leidse situaties. Vooral Leidse stadsgezichten. Ja, en waar kunnen we bijvoorbeeld jouw werk zien? Dat is het gekke. Daar vragen heel veel mensen van, wanneer heb je een keer een tentoonstelling of zoiets? Ja. Maar dat is moeilijk, want wat ik maak, dat gaat allemaal op Facebook. Dan doe ik dag 1, 2, 3 tot ik klaar ben. En mensen volgen dat. En meestal als ik bijna klaar ben, is er wel iemand, hey, die wil ik hebben. Dus 9 van de 10 keer verkoop ik de dingen die ik maak. Dus mensen moeten jou op Facebook volgen, begrijp ik? Ja. Gewoon Pieter Onderwater? Ja, nou, er staat zelfs kunstenaar en echte leienaar Pieter Onderwater tekent zijn stad. Oké. Als ze daarop kijken, dan zien ze wat ik maak. En leuk. En dan kan je dus ook op Facebook zeggen, nou, daar ben ik wel in geïnteresseerd in die tekening. En dan bieden ze wat voor. Of ik maak in opdracht. Er zijn ook mensen die hebben een heel mooi pand. En die zeggen, joh, daar wil ik een tekening van. Dan maak ik die. Oké, mooi. Nou, heb jij voor deze tekenwedstrijd heb je ook het formaat gemaakt. Hè? Dus een soort van het raster waarbinnen de kinderen zo mooi mogelijk moeten gaan tekenen. Nou, we gaan straks horen wie dat gewonnen heeft. Maar kun je iets vertellen over wat je hebt gemaakt? Ja, nou, het was even onwennig voor mij, omdat ik mijn tekeningen al heel gedetailleerd maak. Maar dan blijft er weinig over om te kleuren. Althans, dan als dat is voor kleine kinderen is niet te behappen, allemaal steentjes en dit soort dingen. Dus ik heb een stukje stadhuis genomen. Dat kent iedereen in de stad. Molen de Valk, die is elk jaar versierd met rood-wit-blauw, dus daar kon ik niet omheen. En de Korenbeurs, daar is altijd een vrijmarkt en daar treden normaal gesproken allerlei artiesten op met een drijvend podium.
Dus ik dacht van, en dan een kroontje ervoor vanwege de verjaardag. Ja, dat is het eigenlijk. En een beetje open vlak houden, zodat er wel wat kleuren blijft. Kijk aan, nou, het ziet inderdaad mooi. Het is een hele mooie impressie van de, ja, vooral de Leidse binnenstad. Hè? Ja, dus, precies. Ja, weet je, ik kan de Berenwijk maken, maar dan maak je 3 flats. Dat is niet interessant natuurlijk. Nou, er zijn mensen, er wonen ook heel veel mensen. Ja, er zijn mooie flats, daar gaat het niet om. Maar dat is niet om een kleurplaatje nee, van te maken. Nee, dat begrijp ik. Ja, hartstikke mooi, het ziet er mooi uit. Jij hebt natuurlijk, jij bent een tekenaar, je bent een kunstenaar, je bent het oog van de meester. Hè? Ja. Dus als ik jou als leienaar zou vragen, joh, Pieter Onderwater, wat is de mooiste plek van de stad om te tekenen? Wat zou je dan zeggen? Ja, dan zullen ze wel zeggen, daar heb je hem weer. Maar ik ben geboren in de Middelweg. En het mooiste stukje vind ik nog steeds rond de Hogelandskerk. Daar krijg ik nog steeds kippenvel van. Ja. En wat vind je daar mooi aan, Pieter? Waar zit hem dan? De stijl. En daar kan je, ik heb hem denk ik al 10 keer getekend. Maar elke keer zie ik weer andere dingen erin. Het is zo'n gigantische bouwwerk voor die tijd. Ik vind het ongelooflijk. Als zou je nu alle aannemers en alles bij elkaar, ze krijgen die voor elkaar om zo'n kerk te bouwen. Nee. Ja, het is inderdaad een prachtige plek. En waar ga je dan zitten? Op de Hoogmanskerk? Ik ken hem bijna uit mijn hoofd. Maar ik maak altijd verschillende foto's. Van die foto's ga ik steeds kijken, van dat ga ik zo. En dan maak ik een compositie en dan zet ik hem op papier. Mooi. Nou, ik ga je zeker volgen op Facebook, want ik wil zien wat je allemaal voor moois maakt. Dat is inderdaad, in een stad als Leiden is het natuurlijk zoveel mooie hoekjes om te tekenen. Elke hoek is waard om te tekenen. Dat is helemaal waar. Hartstikke goed. Hé, we gaan eens kijken, want de vereniging, de Oranje Vereniging Leiden heeft natuurlijk toch een programma, weten in elkaar te draaien. Prima programma. Dankzij jou kunnen ook de jonkies aan de slag. Ook voor de kinderen is er gelukkig een mooi programma geweest. We zagen net al die mooie tekening. En dan is het aan jou als meester Pieter. Die gaat gaat zeggen wie heeft uiteindelijk... En we gaan van 3-1, hè? Van 3-1. Dus vertel even... De derde prijs. Ja. Was prachtig. Het was goed gedaan. Er was een hoop kleuren in, dat weet ik nog. En het was hartstikke leuk. De derde prijs gaat naar Tess. En ik krijg de prijs van... Dat zien er ook op het scherm nu, hè? Mooi. Weet je, daar is toch over nagedacht. Het stadhuis is gewoon 1 kleur. En weet je, de wolken zijn blauw. Het water is blauw, donkerder, iets. Molen de Valk, niet te vergeten. Rood, wit, blauw. Dus dat zat gewoon goed in elkaar. Dus die krijgt €10 en een Intertoys-bon. Kijk eens aan. Ja. Nou, Tess, dat is hartstikke mooi. Geweldige tekening gemaakt. En ook nog een... het is alleen al leuk om te tekenen, maar dat je dan ook nog... een prijs wint, is helemaal geweldig. Dus hartstikke goed. Tess was derde en dan gaan we naar de tweede plek. Dat is Oudje. Dat is de tweede prijs, €15. En ik hou daar wel van. Weet je, dat is... we nemen het niet zo nauw. En er zit een beetje expressie in. En die denkt zelf nog een beetje mee. Die vult dat stukje op van Molen de Valk. En die denkt, tussen die vlaggetjes, dat mag van mij ook gekleurd worden. Ja, ik heb daar wel wat mee. Even een beetje uit... Niet volgens de lijntjes, maar... leuk. Gewoon, er zit wat in. Daar kreeg ik wat bij. En wat het is, kan ik niet precies uitleggen. Maar ik vond voor die leeftijd vond ik het een prima tekening. Een beetje de artiest in jou die zegt, hou je niet te veel aan die lijntjes, maar die is wel een, ga er ook omheen. Ja, hier komt wel meer uit, toch, geloof ik mooi. Wel. Nou, mooi. Nou, hartstikke mooi Oudje, tweede plek. Ja. En eerste prijs. Eerste prijs gaan we dan. Ja. Roffel. Vania. Vania. €25. Ja, dit is, dat was heel gauw klaar. En goed makkelijk om op Leids te zeggen. Dit klopt. En dan nog een mooie boodschap erbij. Van zo'n mondkapje erbij getekend. Ja. En hou vol met een hartje. Ja, dat is prima. Ik vind alleen enig minpuntje. Maar dat zie ik eigenlijk nu pas. Dat die wolken zo grijs zijn. Maar het klopt wel. Want we hebben al een hoop bewolking gehad. Dus dat het daar vandaag toevallig prachtig mooi weer is. Maar dit is gewoon heel netjes. Echt netjes gedaan. Goed gedaan. Dat is gewoon helemaal super. Nou, hartstikke mooi. Dus dat was Vania, die 10 jaar lees ik dat ze is. En ook een Intertoys-bond, voordat ik het vergeet. Ja. Het geldt voor alle drie. Dus, alle drie krijgen ze nog ook iets leuks om uit te zoeken. En ja, inderdaad. Kijk, die wolken zijn dan wel grijs, maar ze lachen wel. Ja, precies. Dat is prima gedaan. En de Korenbeurs, leuk met die artiestjes die opstaan te treden. En die bootjes die ervoor liggen. De vrijmarkt, kinderen, elk dingetje wat er op de vrijmarkt te koop is, heeft een kleurtje.
Ja, ik heb stiekem even de poppenkast erbij getekend. En daar zitten de kinderen ook te genieten van het programma. Dat kan ik hiervan dan zien. Ja. Nee, we snappen nu waarom je dat gedaan hebt, Pieter. Want dat is. Normaal gesproken staan we met Koningin de Dag. Met de ja, dat zal wel. Ja. Maar het lijkt wel of het niet mag lukken met de Oranje Vereniging. Want eerst was slecht weer, toen was er heel veel wind, toen corona. Ja, nou, ik zou je zeggen, volgend jaar mooi weer. Ja. En dan is alles weer mogelijk. Doen we een dubbele voorstelling. Als we positief denken, dan komen we ook heel natuurlijk. Uit, Pieter. Hartstikke bedankt voor je werk hiervoor. Graag gedaan. Veel kinderen hebben er ongetwijfeld van genoten. Nou, er gaan er nog een paar met wat prijzen weg ook. Helemaal leuk. En we hebben ook nog wat geleerd over wat de mooie plekjes in Leiden zijn. Dus dank voor je bijdrage. En, graag gedaan. Wij gaan nog eens kijken hoe het verder in de stad gaat. Want we hebben een volgend filmpje klaarstaan volgens mij. En dat gaat vooral over, ik kijk nog maar even naar u. We zijn eens gaan kijken in de kooi en het goede werk wat daar gedaan wordt door Inclusio, die daar het wijkwerk voor de gemeente oppakt. Dus we gaan naar het filmpje. Dit soort initiatieven bereik je ze ook echt, hè? Dus echt de wijk ingaan. De Oranje Vereniging en Inclusio hebben op de dag voor Koningsdag senioren uit Leidsewijk de kooi verrast met een oranje gebakje. Wij proberen nu in deze moeilijke tijd alle doelgroepen soort van te bereiken door echt de wijk in te gaan. En aangezien wij echt in de huis van de buurt, daar kunnen we niet heel veel doen. Dus we proberen ze echt soort van te verwennen en blij te maken in deze moeilijke tijd. En nu delen jullie dus oranje tompoesen uit? Ja. Wat een leuk idee. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Nou, we werden benaderd door de Oranje Vereniging. En met het idee van, zouden jullie het leuk vinden om hier aan mee te doen? En ik dacht, waarom niet? Hartstikke leuk. En zo kunnen wij onszelf ook laten zien in de wijk. En gewoon, dat is ook een beetje ons doel. Ook bestuurslid Isabel de Jager van de Oranje Vereniging Leiden heeft meegeholpen aan dit initiatief. Het is eigenlijk de eerste keer. Het is natuurlijk een andere Koningsdag dan normaal. En we proberen eigenlijk voor iedere doelgroep iets te doen. En natuurlijk ook voor de ouderen die natuurlijk ook nu door corona wat meer eenzaamheid ervaren. Willen juist ook echt aan de deur langsbrengen. Dus het is de eerste keer. En hoe reageren de ouderen erop? Ja, heel leuk. Ze zijn erg verrast. Ze vinden het natuurlijk erg leuk om een lekker gebakje te krijgen. En om even een gesprekje te maken. Dus dat is erg mooi om te zien. En de Oranje Vereniging, gaat die nog meer organiseren rondom Koningsdag? Ja, we hebben een heel live, online Koningsdagprogramma. We hebben een aantal wedstrijden, een talentenjacht, een kleurwedstrijd, een fotowedstrijd. Dus dat wordt allemaal uitgezonden. En we hebben ook een Koningsdagloterij, dus ze hebben toch een divers programma. Ja, dan zijn we weer terug vanuit de kooi. Inclusio Leiden, een partij die sinds afgelopen zomer het werk in de wijken doet. En we zien dat ze heel goed bezig zijn. Ik zag overigens wel dat ze waren vergeten wat schoteltjes mee te nemen. Dus het was een beetje lastig uitdelen, die taartjes. Maar het zag er in ieder geval gezellig uit. En, goed, en ook de goede kleur, Inclusio in het oranje. Dus dat past helemaal bij vandaag. Wij gaan door met de volgende wedstrijd. En dat is na het tekenen voor de jongeren gaan we nu over naar de foto's. Een andere vorm van kunst. En daar hebben we twee grootmeesters voor uitgenodigd. Die vakmensen op het gebied van fotograferen. En ik ga aan u voorstellen Taco van der Epp. Hi, hallo. Taco, welkom. Fijn dat je er bent. Hartstikke goed. Vertel eens even iets over waar kunnen mensen jouw foto's van kennen? Leids Dagblad voornamelijk. Hartstikke goed. Ja, met veel plezier voor het Leids Dagblad. Kijk, ik zag vanmorgen een mooie foto op de voorpagina. Is dat ook? Was dat ook... De molen, geloof ik. Klopt. Dat was ook de molen, ja. Dat was nog een uitdaging, want er zaten ook in de ingeleverde foto's bij deze wedstrijd ook aardig wat foto's van de molen. Dus ik voelde de druk gisteren wel dat ik wel echt mijn best moest doen, anders zou ik door de band vallen. Oké, en had je dan, was al van vrij hoog genomen, zag ik. Dus, klopt, ja, met een klein droontje. Oh, dan moet je met een drone, oké. Dat is het nieuwste speeltje van de fotograaf. Zeker, ja. De drone, oké, hartstikke goed. Nou, Taco, goed dat je er bent. En we gaan naar de andere grootmeester, dat is John Bussel. Goedemiddag. John, hoe is het met je? Ja, gaat goed. Gaat goed. Kijk. Ja. Vertel eens, waar zullen we jouw foto's terug kunnen zien? Mijn foto's kan je eigenlijk terugzien, niet zozeer in kranten en in andere dingen, maar wel in tijdschriften in Leiden omgeving. En verder voor brochures, zakelijke brochures, websites kan je ze terugzien. Kijk, sommige billboards waar je onder rijdt, met duizenden mensen onderdoor gaan. En dan daar hangen wel regelmatig mijn foto's aan. Nou, jullie zitten allebei al jaren in dit vak en kennen de stad van haven tot gort, ongetwijfeld. Op heel veel plekken al geweest.
We gaan straks iets zeggen over de fotowedstrijd en wat jullie daarin gezien hebben. En nou ja, uiteindelijk komt daar ook een winnaar uit. Maar voor die tijd, vertel nog iets over hoe is het leven voor een fotograaf in de corona. Wat is nou echt anders geweest in het afgelopen jaar dan al die jaren daarvoor? Afstand van de mensen. Dus als je groepen moet maken, moeten ze uit elkaar staan. Geeft in mijn optiek een lullig beeld eigenlijk. Altijd. Mensen staan ver uit elkaar en dan moet dan een groep vormen. En dat is eigenlijk een beetje rare dingen. Dus die afstand is heel lastig werken. Ja. Je kan niet bij mensen in de buurt komen om even snel... Ik ben heel fysiek, of hoe noemen we dat, aanrakerig. Dus je moet snel een sjaaltje goed, snel een overhemdje goed doen. En dat gaat eigenlijk niet. Dus dan komen er mensen in de studio, die hebben een vrouw bij zich of een man bij zich. En die gaat dan het haar goed doen. Ja, dan moet je dus een soort van geleiden. Van nou, doe even dit, doe even dat. Ja, dan moet je dus dingen gaan uitleggen die je eigenlijk zelf als veel sneller kan doen eigenlijk. Oké. Dus en dat is eigenlijk het nadeel. En je kan slecht bij bedrijven binnenkomen. Ja, want doet het nog iets met inderdaad de opdrachten die je hebt? Is dat ook, heb je er last van die tijd in termen van minder business? Vorig jaar is dat gehalveerd. Oké. Ja, en de eerste 3 maanden van dit jaar had ik alleen into business, deed ik nog. Oké. Dus dat voor jullie is het wel echt een... je merkt het zowel in wat je doet, in het werk, maar ook gewoon het aantal opdrachten is ook echt afgenomen, begrijp ik. Aantal opdrachten eraf. Mensen waren bang, mensen wilden dat niet. Mensen kwamen toch niet naar kantoor. Mensen waren ziek. Dus je had ook gewoon opdrachten met 10 mensen voor een groep of wat dan ook te maken. En dan is er één niet, ja, dan houdt het op. Ja. En dan zo zie je dat. Maar het stijgt weer nu. Ja, dat is goed om te horen. Nou, Taken, voor jou is dat wellicht wat anders geweest. Hè? Voor de krant. De krant gaat altijd door. Nieuws is er altijd. Dus dat was een beetje mazzel voor mij. Maar ik herken dat wel wat John zegt. Mensen een portret maken van een aantal mensen met 1,5 meter afstand, dat wordt altijd een beetje een flauw plaatje. Dus dat herken ik wel. Ja. En ja, heel veel dingen gaan natuurlijk niet door, weet je wel. Dus heel veel evenementen kijken, anders zouden we vandaag volle bak aan het fotograferen zijn. En er gebeurt natuurlijk niet veel. En dat is voor deze wedstrijd waar we het zo over gaan hebben, is natuurlijk ook lastig. Want fotografeer maar is iets wat er eigenlijk niet is of zo. Dat is best wel lastig. Ja. Ja. Maar daarnaast, ik bedoel... Ik mag van geluk spreken. Kijk, in mijn werk, ik mag altijd buiten spelen. Zo zie ik het een beetje. En, er zijn ook mensen die al een jaar achter in hun eigen kamertje achter een Zoom-scherm zitten. En dat lijkt mij toch een stuk zwaarder. Ja, jij kan gelukkig nog lekker naar buiten inderdaad. Ja. Misschien toch wel leuk om nu je toch spreken. Want we hebben natuurlijk die coronacrisis. Gaat ook heel erg over wat er aan de andere kant van het spoor gebeurt. In Leiden hebben we het Leiden Bioscience Park. En daar worden ook vaccins ontwikkeld waar we uiteindelijk nu die ons uit die crisis helpen. En volgens mij heb jij daar een speciale link mee. Kun je daar iets over vertellen aan de kijkers? Ja, dat is al eerder in de uitzending geweest hier. Heel erg leuk dat mijn vader mocht in de uitzending komen. En hij heeft zijn wetenschappelijke carrière aan het onderzoek naar virussen en dergelijke heeft hij daar aan gewijd. En hij heeft in zijn onderzoek redelijk baanbrekende vondsten gedaan. En dat werken zijn nu heel veel coronavaccins gebaseerd. Ja. Dus dankzij dat werk zijn die vaccins nu zo snel ontwikkeld. Ja, dat is wel heel mooi, want ik las ook een stuk in, volgens mij was het in de Volkskrant, was een interview met hem. En ik weet niet, was die foto toevallig van jou? Ja, of niet? Ja, dat was heel mooi. Ja. En daar vertelde hij, eigenlijk heeft jouw vader een beetje aan de basis gedaan van deze oplossing, zou je kunnen zeggen. Deze vaccins die we nu... Ja, geweldig. Ja, dat is wel echt mooi. Ja, leuk om dat te zien ook. Hey, we gaan dus naar die wedstrijd. Jullie hebben een aantal foto's kunnen beoordelen. En voordat we straks gaan praten over wie heeft dat dan gewonnen en wat wint zo iemand dan. Wat hebben jullie aangetroffen? Vertel daar eens wat over. Grote verscheidenheid eigenlijk. Ja. En straten met oranje lampen, natriumlichten en stukjes oranje aan een steigertje en mondkapje op een leuning. Een beetje dat was het. En dan blijkt fotografie toch lastig te zijn. Gewoon iemand een stad fotograferen, simpel zeg ik altijd, kan bijna iedereen. Okay. Als ze een opdracht moeten gaan doen of iets moeten gaan maken, daar is het verschil. Okay. Dan komt het kijken, het zien, het omheen draaien. Wat wil je zien, wat wil je doen en wat wil je uiteindelijk maken? Je ziet heel veel foto's die snel gemaakt zijn. Okay. Niet over nagedacht. Ik weet dat het zal moeilijk zijn om dat te omschrijven, maar wat is nou de kern van een goede foto? Wat is dat je zegt, dit is een goede foto? De spanning in de foto. Eigenlijk. En bepaalde lijnen die in een beeld zitten of die je erin kan maken door
je camera anders houden. Ik ben zelf altijd van, ik zou altijd een soort tilt opname maak ik altijd. Dus mijn foto's eigenlijk altijd scheef. Tilt, waar staat het voor tilt? Dat komt eigenlijk van heel vroeger uit. Okay. Toen fotografeer je met die vierkante camera's, Hasselblads. En dan kon je heel slecht gewoon zo een foto maken van iemand. Dus dan vloog je als het ware aan, dan maakte je hem scheef en dan drukte je hem af. Okay. Als die man me in de camera keek, dus de man staat er rechtop, maar het gebouw staat scheef. En dat geeft een spanning in het beeld. Dat maakt het anders geen pasfoto. Okay. En alles moet je voorkomen dan een pasfoto. En van al die foto's die jullie hebben bekeken, was het nou, kan je dan zeggen, 90% thema corona? Of is het gewoon ook echt, was dat breder dan dat? Nou, het was geen. Het was wel breder gewoon. Het was. Het aantal hadden er wat van geprobeerd te maken gewoon. Met het oranje, want daar ging het om. Hè? Ja, natuurlijk. Oranje is in beeld, maar dan ook wel een beetje het Koningsdaggevoel erin te krijgen. En dat is wel heel moeilijk als het er niet is. Ja, dat blijkt echt wel. Het is een hele moeilijke opdracht eigenlijk. Ja, ja. Klopt. Ja. Het is echt heel moeilijk. En ja, er zaten prachtige foto's bij. Hele mooie nachtopnames bijvoorbeeld. En dan zag je dat iemand ook best wel technisch goed bezig is. En dan zie je mooie opnames van de stad. Dus de stad staat er echt mooi op. En dat zijn fotografen die echt wel wat kunnen. Alleen het was soms net eventjes te weinig. Dan heb je die lantaarnpalen met het oranje natriumlicht. Weet je wel, en dat was dan de verwijzing naar het oranje en naar deze dag of zo. En dat was dan eigenlijk iets te mager. Maar er zijn ook mensen die echt hun best hebben gedaan om echt iets te maken voor deze opdracht. Sommige mensen hebben iets ingeleverd uit hun archief, maar andere mensen hebben ook echt iets gemaakt. En dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. En jullie zijn doorgewinterde fotografen. Als je meegedaan hebt aan deze wedstrijd en je hebt net niet gewonnen. Ja, zo jammer. Dat kan, hè. Ja, dat heb je met wedstrijden. Je kan niet allemaal winnen. Maar wat is een goede tip voor een hobbyfotograaf? Ik zou als hobbyfotograaf, en je gaat meedoen aan deze wedstrijd over oranje. Een week de tijd hebben we om iets. Laat me zeggen, al verzin je het maar. Al ga je maar met je kinderen in de tuin zitten met oranje dingen. En doe je alsof je daar de koning aan het bejubelen bent eigenlijk. En dat miste ik een beetje. Het was allemaal wel meer het pandje in de stad met een oranje dingetje en een oranje driehoekje. Niet, terwijl alle spullen al te koop waren eigenlijk. Alles is daarvoor te vinden om het te maken. Ja. Dus jij hebt meer een scène, bedoel je eigenlijk? Dan zou je toch een meer in de scène, ja. Ja. En dat miste ik wel. Ik miste heel veel mensen. Ik miste de mensen gewoon. Oké. In het verhaal. Oké. Ja, ik zou ook nog wel willen meegeven, let goed op het licht. Oké. Wat je vroeger vaak meekreeg, ik denk in de tijd van de ritsrads, klikcameraatjes, was dat je altijd dat advies kreeg van zorg dat de zon in je rug staat en fotografeer met het licht mee. Maar probeer eens het juist andersom te doen. Met het licht mee fotograferen wordt het altijd heel erg vlak. En als je meer zijlicht of tegenlicht hebt, dan krijg je veel spannender beeld al, heel snel. Oké. Dat zijn goede tips. Ja, leuk. Ja, okay. De spanning dus denk na over je creatie. Ja, en denk aan je. Kies niet voor die veilige de zon achter, maar kies eens ook voor het tegenlicht. Ja. Leuk. En de uitsnijders, daar wordt. Dat zeg ik altijd van mensen kijken wel. Die komen aanlopen en die zien een kerk. En ik, oh ja, een kerk. Die komen de straat uit bij de Uil. Die zien de Hooglandskerk. Een kerk. Klik. Aan de andere kant is die veel mooier. Als je in een steegje staat, is die kerk veel mooier. Als je 5 meter naar links gaat, is die kerk alweer anders. En dat wordt te snel, wordt er een beeld gemaakt zonder dat er gekeken wordt, voordat ze wat zien. Ja, jullie zitten natuurlijk in dit vak, dus je kijkt vooral natuurlijk. Dat is jullie kernbusiness, is kijken volgens mij. Van alles observeren, alles zien. Want top aan je hoofd toe. Top aan, kijk aan. Ja. Hé, we gaan naar de wedstrijd, mensen. Want het heet niet voor niks een wedstrijd. Dus er heeft iemand gewonnen. En jullie gaan bekendmaken wie er gewonnen heeft. En ook even uitleggen waarom dat dan is. Het is een auto en die staat aan de, naar welke straat, die gracht rijdt? Rapenburg, aan Rapenburg. Ja, dacht ik wel. Okay. En dat is een spannende foto. Hij is sinds volgens mij nu in beeld. We zien hem nu, En zeker. Dat is een oranje kever, die staat er spannend op. De wolkenlucht is gewoon helemaal in orde. En het huis erachter, die drie huizen, maken gewoon dat de foto klopt. Ja, er zit een mooie lijn in. Er zit een mooie schuine lijn in, waardoor je via die auto het beeld in wordt geleid. En het licht is mooi, er staat mooi licht op dat huis erachter. Die auto staat in de schaduw. Dat, uh, uh, dat,
dat had misschien nog iets meer contrast kunnen hebben, maar die lucht is prachtig. Er zit een hele mooie lijn in. Het is een heel prettig beeld om naar te kijken. Okay. Mooie kleuren. Ik weet niet of die auto ook echt oranje was. Ja, moet een beetje creatief zijn, hè? Ja, dat mag. Kijk, het is oranje-achtig. Daarom? Nee, maar in de journalistiek zou dat niet mogen. Dus ik mag dat niet doen als ik dat voor het Leidse Dagblad doe. Nee. Maar voor zo'n wedstrijd mag natuurlijk in principe alles. Dus dat mag gewoon. Ja, je mag af en toe wel de tekenwedstrijd en dan wordt er ook wel eens buiten de lijntje gekleurd. Hè? Ja, dat mag met dit ook, toch? En dat is mooi, dat is hier ook. En dat valt mij dan altijd op. En dan ben ik altijd heel lullig. Maar dan is het kijken en het zien is dan erg aanwezig. Het hele beeld klopt, maar dan ligt daar dus een blauw bootje achter. Ja. Stort in principe niet, we hebben Leidse grachten, dus dat mag allemaal. Maar ik denk dan bij mezelf, een centimeter door je knieën, en dan zit hij in ieder geval. Ja, als je een klein stukje verschuift, dan zou die foto exact hetzelfde zijn. Wel spanning, maar dan zou je net dat bootje kwijt zijn. Ik dacht even dat je de suggestie ging doen dat je dat bootje dan even moest verslepen. Maar je kan gewoon door je knieën zeggen. Dat is een goede tip. Als mensen met de camera lopen, dat ze die boten weg moeten halen. Ja, mooie baan zijn ook. Ja, leuk. Maar deze heeft... Mooi. Dit is de winnaar. Wie is de winnaar? En de winnaar is Claudia Hoezé uit Leiden. Claudia Hoezé heeft gewonnen. Claudia, gefeliciteerd. Bent de winnaar. Ja, mooi gefeliciteerd. En die krijgt hem afgedrukt op een canvas. En het formaat weet ik nog niet. Maar een meter of 5x4 breed kan makkelijk, denk ik. Wordt heel mooi. Ja. Nee, Claudia, gefeliciteerd. De Kever, wat sowieso al een iconische auto is. Op een iconische plek aan de Rapenburg. Het staat er mooi op. Je bent de winnaar. Je krijgt de canvas ergens thuis bezorgd. Dus geniet van je prijs. Mannen, bedankt voor jullie werk voor deze fotowedstrijd. Heel leuk. En hopen snel betere tijden met volle opdrachtenportefeuilles en mooie foto's vanuit de stad. Foto's kan je altijd maken, daar hoef je geen volle opdracht voor te hebben. Nee, dat is waar. Dus, nou, doe jullie best. We zijn bezig. Dank jullie wel. Oké, okay, top. Dan gaan wij snel... Ja, loop maar even door. Ja, top. We gaan snel kijken naar nog een ander beeld uit de stad. Want ook in Nieuw-Leiden, de wijk als het ware ingeklemd tussen de Willem de Zwijgerlaan en de energiecentrale. Daar is ook het nodige vooral voor kinderen georganiseerd. Dus daar gaan we nu even naar kijken. Hier in de speeltuin Noorderkwartier organiseren we voor kinderen uit Leiden-Noord, uit Noorderkwartier, Nieuw-Leiden, allerlei spelletjes. Corona-proof natuurlijk. Ze kunnen door de wijk zelf met een kaart op zoek spelletjes doen en uiteindelijk hier hun spelletjeskaart inleveren. En dan krijgen ze allemaal een ijsje. Met de speelmiddag wil het bestuur speeltuin Noorderkwartier opnieuw op de kaart zetten. Ja, deze speeltuin is echt een mooie plek in Leiden-Noord waar nog niet veel mensen van weten. We willen graag dat deze plek nog veel bekender wordt. De speeltuin is sinds kort ook open op zaterdag. En we willen hier heel veel nieuw leven brouwen, in de brouwerij brengen, activiteiten organiseren. En we hopen vandaag veel nieuwe kinderen in de speeltuin te ontmoeten. De kinderen van Nieuw-Leiden streden tegen elkaar in Oud-Hollandse spellen. Er werd gescoord in de korfbal, gereest in de zak en de blikken vlogen in het rond bij het ballengooien. Voor sommige kinderen was het een koningsdag als altijd. We zijn spulletjes aan het verkopen. Sommige komen er kinderen langs. We wouden een springkassuur, maar dat is een beetje veel geld. Maar we hebben al best veel verkocht en we hebben ook dingen zelf gemaakt. We hebben ook dingen zelf gemaakt om te verkopen. Dus armbandjes, pompons, allemaal wat daar ligt. Ja, toch een beetje feestelijke beelden uit Nieuw-Leiden. En zoals gezegd, prachtige wijk ten noorden van de binnenstad. Kinderen hadden veel plezier, zag ik. Dus er is gelukkig toch nog iets mogelijk. We gaan door. We hadden tekenen, foto's. En we gaan naar de volgende kunstvorm, namelijk muziek en optredens, performance. En daarvoor hebben we twee fantastische gasten hier bij me. Allereerst, collega, wethouder, cultuur onder andere... Yvonne van Delft. Yvonne, welkom. Ja, dankjewel Paul. Leuk hartstikke om hier te zijn. Leuk dat je er bent. En als we het dan nog toch over performers hebben. Ludwig. We zijn er. Vertel even wie je kort bent. Voor de mensen die je nog niet kennen, kan ik bijna niet voorstellen. Maar... Ja, ik ben Ludwig. Ik doe mijn best in Leiden om een beetje cultuur, muziek en alles bij vooral kinderen natuurlijk bij te brengen. Muzieklessen, dat is via muziekschool, de rockschool. En meer valt er niet te vertellen. Gewoon lekker leuke dingen doen met muziek. Ja, ik denk dat menig... Leidstalent inderdaad bij jou begonnen is ergens. Ja, met of een instrument om te zingen. Dus fijn dat jullie er zijn. Yvonne, ik begin even bij jou. Koningsdag,
Het lijkt natuurlijk helemaal nergens op in deze tijd. Hè. Dus, we willen natuurlijk veel meer dan wat we kunnen. Ik weet dat jij 2 jaar geleden, toen onze burgemeester niet helemaal fit was, zullen we maar zeggen, zijn honneurs waar mocht nemen. En, kun je nog eens vertellen over hoe dat was? Ja, dat was de dag tevoren. Zei hij, ja, ik denk dat ik me niet zo lekker voel. Wie wil er? Toen dacht ik, oh jee. Ja, het leek me wel heel leuk. Ja. Dus 's ochtends vroeg wist ik dat ik, aan de beurt mocht zijn. Dus de hele dag hebben we alle wijken, eigenlijk een heleboel wijken zijn we afgegaan. Met de Oranje Vereniging uiteraard. Dus we hebben een heleboel kinderen gezien die van alles verkochten en allerlei spelletjes deden. We hebben allerlei optredens gezien. We zijn bij de studenten langs geweest. Dus het was een hele dag op pad. En het was heel erg leuk en bijzonder om eigenlijk die rol te mogen pakken. En eind van de dag was ik ook wel gevloerd, zeg maar. Ik was daar nog niet zo op getraind, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik kan me voorstellen. Je moet alle wijken door natuurlijk. Maar ja, we kunnen het ons bijna niet meer herinneren. Maar ja, dat waren tijden waarin de straten vol waren en we allemaal... Zeker, drukte. Verloren. Het was overal heel erg druk. Het was ook best wel lekker weer. Dus de sfeer was supergoed. Dus daar gaan we hopelijk natuurlijk weer snel naar terug. Ja, zeker, zeker. Ja, daar hopen we allemaal op. En we hoorden de koning vanmorgen al zeggen... deze is dan maar één om niet meer te herhalen. Nou, laten we daar ons aan vasthouden. Hartstikke goed. Hey Ludwig, kun je nog iets meer vertellen over... hoe is het eigenlijk met de stand van talent in Leiden eigenlijk? Wat vind jij eigenlijk als kenner? Als kenner, ik vind dat Leiden heel veel talent heeft. En meer dan heel veel mensen denken. Want op alle leeftijden... Ik praat nu uit naam van mijn muziekschool. Daar heb je al kinderen van 3 jaar. Die beginnen met kleuterdans. Maar zelfs daar zie ik al bepaalde zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. En ik geniet gewoon van die kids. En nu heb je ook... Je hebt kinderen van 16, 17 jaar die echt zoveel talent hebben. Die kunnen, om eerlijk te zeggen, ik speel gitaar. Maar anderen zijn mij al voorbij gestreefd op die leeftijd. En proberen ze dan te steunen dat ze naar het conservatorium gaan. Maar dat is hun keuze. Maar ze zijn eigenlijk al mij aan het inhalen. Dus dat is alleen maar een goed teken. Ja, nou heb ik zelf. Wij zijn allemaal een beetje van dezelfde generatie. Hè? Ja, ja. Ik ben iets ouder dan jullie. Maar ik heb het idee, vroeger ging je meestal op een sport of zo. En dan ging je op ballet. Maar zeg maar muziek maken. Ik heb het idee dat de laatste 20 jaar veel meer een vlucht genomen heeft. Of hoe zie jij dat? Heb ik ook, maar dat komt denk ik ook omdat in de jaren 80 en 70 wel cultuur minder gesteund, zeg maar. En nu merk ik gewoon dat, het komt ook denk ik door heel veel internet, hè, door YouTube en al dat soort kanalen, dat kids veel meer andere invloeden krijgen. Ze worden beïnvloed door zoveel kanalen dat ze openstaan voor veel meer cultuur. Vaak... ze hoeven niet per se naar een concert te gaan, want een concert is tegenwoordig niet te betalen. Wat je betaalt voor een concert van, ik noem maar een grote naam, Beyoncé, 80 tot 90, 100 euro. Maar ze zetten het gewoon op YouTube aan en zien het hele concert. Dus ze krijgen van alle kanten signalen binnen om iets met cultuur te doen, met kunst. Dus het gaat alleen maar een stijgende lijn worden. Ja. Het gaat nog meer worden. Ja, dat is wel een mooie analyse. Vroeger kon je kiezen tussen blokfluit en blokfluit, denk ik. Ja. Zeker de eerste jaren. Ja, en de triangel kan ik me nog herinneren. Ja, had jij de triangel? Iemand moet het doen. Hè. Ja, dus. Hey, Yvonne, welke rol speel jij? Jij bent wethouder cultuur. Vertel wat, hè, voordat we het zover nog niet weten, hoe belangrijk is cultuur voor de stad? Ja, we zien het nu natuurlijk hoe belangrijk cultuur is. Als het er niet is, weet je pas wat je mist, uiteraard. Hè? Dat je nu niet naar concerten kan, alleen online. En dat kan af en toe wel bijzonder zijn. Maar het bijzondere van een optreden gewoon live, dat je ziet hoe mensen spelen, de emotie die daarin zit, dat zie je nu niet. En cultuur is natuurlijk ook gewoon naar de bibliotheek gaan. Hè, cultuur is ook dansen. Cultuur is samen zijn, cultuur is ook de vele koren die Leiden heeft. Het is niet altijd alleen maar de professionele kunst, maar gewoon mensen die elkaar ontzettend missen omdat ze niet samen kunnen zingen en dat heel graag weer zouden willen doen. Dus ik vind cultuur ontzettend belangrijk als een soort samenbindend middel en plezier wat ook jongeren, maar ook ouderen hebben om samen te spelen, muziek te maken en elkaar te ontmoeten. Ja. Dat moet nu buiten, hè? Er wordt heel veel gewandeld volgens mij. Maar het zou zo mooi zijn als er weer snel wat kan. Daar snakken we zeker naar. En zeker als je denkt aan inderdaad zaaltjes waarop wordt opgetreden. Of inderdaad de koren, hè, dat Leiden absoluut een reputatie heeft. En ook in menig wijk
dat er weer gezongen mag worden. Ik denk dat daar heel veel mensen naar uitkijken. Ja, absoluut. Dat denk ik zeker. Ja, ja. Ja. Hey, we gaan eens kijken, want jullie waren onderdeel van de jury voor Leiden's Got Talent. Ja, ja. Nou, we kennen dat concept allemaal van televisie. Heb je alles bij je, Ludwig? Ja, je kent mij, jongens. Op dat moment ben ik echt een... Ik had een papiertje bij. Nou, gelukkig heb ik ook wel hier de prijs, hoor. Dus dat komt helemaal goed. Maar misschien eerst even, hoe hebben jullie dit? Wat was de opdracht? En wat hebben jullie eigenlijk gezien in brede zin, voordat we naar de winnaars gaan? Deze, want deze is groter. Oké, prima, jongen. Ik ben een rommelaar, hoor. Nee, de opdracht was van, stuur wat op, iets creatiefs. Maakt niet uit of je nu kan jongleren of dat je kan zingen, dansen, drummen. Maakt niet uit als het maar een expressie van jezelf is, van wat je kan. Waren wij al tevreden? Stuur het op en wij gaan het oordelen op enthousiasme, op inzet. Ook op talent natuurlijk. Maar persoonlijk mijn ding is inzet. Zien dat iemand er moeite voor doet en heeft gedaan, is belangrijker dan perfectie, zeg maar. Dat is mijn insteek. Perfectie komt vanzelf. Dat is gewoon niet oefenen. Ja, ja. Maar lef hebben om ergens voor te staan, om je hart te volgen, is... misschien nog wel belangrijker. Oké, dus Leiden's Got Talent. Talent is dan vooral, ik hoor jou zeggen, inzet. En durven. En durven, dat is het belangrijkste. Want ik bedoel, daar gaat kunst om. Het gaat niet om dat iedereen perfect, of ik noem maar op, dat iedereen een Mariah Carey of maar een groot raam wordt. Nee, op jouw niveau gewoon iets doen met kunst. Daar gaat het om. Daar gaat het hele leven om. Dus je hoeft niet altijd te streven naar het allerhoogste. Het is mooi als je dat zou kunnen halen. Maar een paar stapjes eronder is ook helemaal prima. Hey, en dan, hoe is het? Mensen hebben allemaal een filmpje ingeleverd, of hoe is dat gegaan? Ja, het is via de website van de Oranje Vereniging. Konden ze daar een filmpje opsturen. En daar gingen wij jureren. En wij hebben we samen gedaan met Anne. Anne zit in een koor. En Kirsten is de eigenaresse van dansschool De Rode Sneakers. Kijk, we samen even beoordeeld. Helaas kon zij er niet bij zijn, want ze gaat voor een coronatest. Dus we hebben allemaal gezegd, ja, wel heel verstandig overigens. En Anne is zelfs van een heel goed koor, toch? Van Sempre Crescendo, van de studenten. Studentenkoor, ja, zeker. Dat is een gezaghebbend koor in de stad, absoluut. Ja. Oké, even kijken. Volgens mij hebben we drie prijswinnaars, hè? Ja. Begrijp ik. Misschien kun je beginnen bij de derde prijs. Wie heeft dat gewonnen en waarom? Ik ga nu de hulp vragen van Yvonne. Dat is Bas Montalto. Bas Montalto. En die heeft de derde prijs gewonnen. Bas is, als het goed is, wat ik was een DJ. DJ. Hij heeft heel te gek gedaan. Echt, hij draaide... met DJ is het niet alleen skills, maar ook smaak. Hij had een hele goede smaak. Hij draaide hele vette nummers. De overgangen waren perfect. Dat is ook heel belangrijk met DJ'en. Dat een liedje niet ineens in een ander liedje gaat stuiteren, maar dat het mooi doorvloeit. Oh, goed. Dat deed hij perfect. Nou, je maakt ons heel nieuwsgierig, dus we moeten denk even een minuutje kijken naar wat Bas gemaakt heeft. Zullen we dat eens gaan bekijken? Hartstikke leuk. Nou, Bas, derde prijs, DJ. Leiden heeft best wel een reputatie op DJ-gebied. DJ, hè? Dus we hebben er eentje die jarenlang in de top heeft gestaan, Armin van Buren. Bas Montalto, derde prijs. Ik hoor ook uit de wandelgangen dat het ook nog eens een keer een kleinzoon is van Leidse glibber Emiel van Aalst. Dus die zal nog blijer zijn, want ik kreeg gisteren ook een lintje overigens, mocht u het gemist hebben. En nu wint zijn kleinzoon de derde prijs. Nou, het kan niet op. We gaan naar de tweede prijs. Yvonne, wie is tweede geworden? Ja, de tweede prijs is voor Teddy McCrandy. Teddy McCrandy. Nou, dat maakt heel nieuwsgierig. Dus we gaan even kijken naar Teddy.
ask me how I'm doing. And I say fine, 'cause I don't wanna hurt. I know you mean well when you tell me that you're sad about it, how I'm feeling. I know you mean well, but it doesn't help me. You can see what's on my mind is what you always try to find, 'cause you're worried about me. I'm scared of letting go, 'cause I will never know how the future will be. Hartstikke mooi. Teddy. Yeah. McCready, hoe noem die? McCrandy? Prachtige naam. McCrandy. Teddy McCrandy. Ja, prachtig. Heel mooi klein liedje. Mooi belicht ook. Fantastisch. Ja, en het is nog maar de tweede prijs. Dan zijn we toe, denk ik, aan de winnaar van deze Leidens Got Talent. Yvonne, daar komt die tromgeroffel. Nou, ik wou net zeggen, trommelen mensen. De eerste prijs is gewonnen door Jalisa van Galen en Anne Jukema. Kijk eens aan. Ja, moet even verklappen eigenlijk. Hartstikke goed. Nou, Jalisa en Anne. Eerste prijs gewonnen. En Leidenskant, jullie zijn het talent van het jaar in Leiden. En we gaan kijken waarom. Like blah blah blah. Y'all should know me well enough. Better have my money. Yeah, yo. Yeah, yo. Bitch, better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch, better have my money. Please don't call me on my blood. Pay me what you want it. Who y'all think y'all frontin' on? Like blah blah blah. Bitch, better have. Bitch, better have. Ja, fantastisch. Er kon maar één winnaar zijn. Prachtig om te zien. Ludwig, hey. Jij bent een kenner. Welke dans is dit? Is het street dance? Hoe noemen we dit? Mijn dans is niet helemaal mijn specialiteit. Okay. Ik ben wel heel goed in klompendans. Dat moet ik ook toegeven. De vogeltjesdans. En de vogeltjesdans. Maar als ik dit zie, dit is gewoon prachtig. Ze zijn heel strak. Het zijn jonge dames. Ze snappen het helemaal. Ze snappen wat ik niet snap. Ja. Daar heb ik al heel veel respect voor. Dus ja. Groot applaus. En ze hebben volgens mij ook al een beetje invloeden van het andere jurylid Kirsten. Want volgens mij doet die ook dit soort dance moves. Het is eigenlijk jammer dat ze er niet bij is. Want zij had er beter commentaar op kunnen geven. Nou, het zag er heel professioneel uit in ieder geval. Jalisa en Anne zag er fantastisch uit. En ja, wat win je dan eigenlijk, Ludwig? Kijk. Dit is wat de twee dames gaan winnen. Dit is de grote wisselbeker van Leiden Got Talent 2021. Ze mogen het een jaar lang in hun bezit houden. En volgend jaar, met Koningsdag, is er weer een nieuwe Leiden Got Talent. En dan mogen jullie deze overhandigen aan de nieuwe winnaar. Gefeliciteerd. Hartstikke mooi. Ja, gefeliciteerd. We zorgen dat die beker bij jullie komt en dat die een jaar... En het wordt gegraveerd. Je naam wordt er ook nog op gegraveerd. Jullie namen worden erop gegraveerd. En gewoon een jaartje mee rondpronken, zou ik zeggen. En dan weer inleveren. Dus, of nog een keer winnen. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat kan ook nog. Ludwig, Yvonne, hartstikke bedankt voor jullie toelichting. En leuk dat jullie hier waren. En op naar volgend jaar, naar een nieuwe aflevering van Leidens Got Talent. Dus, dank jullie wel. Dank je wel, Paul. All right. Ik ruim even op. Sorry. Goed. Dat was eigenlijk item nummer 3. Hè? Dus we hadden tekenen, we hadden deze fantastische dansmove, we hebben fantastische muziek gezien. We gaan straks verder met een wat serieuzer onderwerp. We gaan iets meer vertellen over Hospice Isoria, een heel belangrijk organisatie in de stad. Daar hebben we een loterij is daarvoor georganiseerd. Voordat we dat gaan doen, gaan we dat even bekijken met een filmpje.
Ja, welkom terug in de studio. Indringend filmpje gezien van Hospice Zorra, een heel belangrijke organisatie. Gevestigd in dit is de Provisorenwijk volgens mij, of de Burgemeesterwijk. Ik haal ze altijd door elkaar. Hier bij mij in de studio Robert Jan Stoop, welkom. En Erik van Zuilen, beide van de vrienden van Zorra. Robert Jan, kun jij iets meer vertellen over de vrienden van het hospice? Ja, dat kan ik. Dat begint bij het hospice zelf. Hospice is een plek waar mensen op een menswaardige manier de laatste fase van hun leven doorbrengen. En dan zijn we afhankelijk van 100 vrijwilligers van zorg. En uiteindelijk moet ook het pand natuurlijk geëxploiteerd worden. En dat komen we jaarlijks, komt er een bedrag tekort in de exploitatie. En dan hebben de vrienden van Zorra de opdracht om dat tekort ieder jaar weer bij te passen. Ja, jullie hebben een rijke historie van fundraising, hè? Dus kun je nog iets vertellen wat jullie in het verleden allemaal georganiseerd hebben? Nou, ik denk dat de meest in het oog springende evenement wat we hebben is de Slag om Leiden. Ja. De meeste mensen zullen dat kennen. Vertel iets meer over de Slag om Leiden voor de mensen die het nog niet kennen. Ja, dat is de meest uit de hand gelopen pubquiz die je kan voorstellen, denk ik. Thijs Hemmers doet dat ieder jaar met zijn team met ongelooflijk veel inspiratie, creativiteit en enthousiasme. En daar hebben we eigenlijk ieder jaar gewoon, het wordt iedere keer meer. Dat kan je aan Thijs wel overlaten. Maar dat gaat nu al 2 jaar niet door. Ja, want dat is een belangrijk punt. Hè. We horen er bij meer goede doelen. Dit is echt een Leidsdoel, maar je hoort het ook landelijk. Dat natuurlijk door het feit dat we elkaar gewoon simpelweg niet veel kunnen treffen en afstand van elkaar letterlijk moeten houden ook. Mis je ook ongetwijfeld een stuk inkomsten. Hoe is dat bij jullie gegaan? Wat doet corona voor jullie fondsenwerving? Nou, het gaat 2 kanten op. De kosten lopen op, omdat er allerlei maatregelen genomen moeten worden om te zorgen dat de mensen in Zorra niet ook nog eens besmet raken. Ja. En tegelijkertijd kunnen we heel weinig doen aan fondsenwerving. Dus dan ben je heel erg afhankelijk van je netwerken en van mensen die ook in deze tijden toch bereid zijn om te doneren. En daar zijn we dan ook heel blij mee. Ja, goed om te horen. Erik, ga even naar jou. Kun jij iets meer vertellen over waarom Je hebt aangesloten bij de vrienden. Wat is voor jou belangrijk? Even corrigeren. Ik zit niet bij de vrienden. Ik sta hier als bestuurslid van de 3 oktobervereniging. Waarom heb je gekozen voor Zorra? Nou, we hadden het op een gegeven moment zoiets van, we hadden natuurlijk voor heel veel goede doelen kunnen kiezen. Want er is natuurlijk inderdaad, wat je net zelf zegt, fondsenwerving is er gewoon niet. En het is mooi om jullie altijd te volgen. En zeker vrienden inderdaad van het hospice. Wat voor groot bedrag jullie ieder jaar binnenhalen. En we hadden eigenlijk unaniem met het hele bestuur zien van, zullen we dat voor Zorra gaan doen? Dus vandaar. En groot animo en groot succes, kan ik vertellen. Ja. Hartstikke goed. Ja, want volgens mij weet jij wat uiteindelijk de opbrengst is voor de vrienden. Dat weet ik. Dat gaan we straks horen. Zeker. Maar Robert, dan kun je iets meer vertellen over waar gaan jullie dat geld aan besteden? Waar hebben mensen aan bijgedragen? En welke gevoel van voldoening kun je hen bieden, zeg maar? Ja, dat is altijd lastig, want ik zei net, het grootste tekort zit in de exploitatie. Ja. En uiteindelijk is dan het mooi als er weer een nieuw project is, omdat dat inderdaad tot de verbeelding spreekt. Ja. En nog niet zo lang geleden is er een plan gelanceerd om Zorra te gaan verduurzamen. Okay. En er komen 42 zonnepanelen op. Kan alle mensen van de Burgravenlaan die daar wonen geruststellen aan de achterkant op de carport. Op het stiltecentrum. Ja, maar dat is geloof ik een beschermd stadsgezicht. Hè? Dat doen jullie allemaal netjes. Hoor. Geen zorg. Heel goed. Oké, nou, mooi. Dat is iets wat ook heel erg bij deze tijd past om dat te doen. En in ieder geval complimenten voor de vrienden van Hospice Zorra. Want jullie maken heel veel los, inderdaad letterlijk ook uit de zakken van mensen. Dat is ook hard nodig. Dus en met mooie activiteiten. Jullie doen ook veel met bewegen, heb ik begrepen. Dus blijf daarmee doorgaan. Laat je door corona niet te ver laten. Hartstikke goed dat jullie dat doen. Erik, we gaan naar jou, want we gaan horen wat dit allemaal oplevert. Jullie hebben een loterij georganiseerd, begrepen? We hebben een loterij georganiseerd. Inderdaad, dank naar alle sponsoren. Die hebben een fantastisch mooie prijs beschikbaar gesteld. Van hotelovernachtingen tot subles. Een wandeling met meneer de burgemeester. Een rondleiding door het academiegebouw met de pedel. Dus het zijn allemaal mooie prijzen. En ook veel loten verkocht. En we hebben een mooi bedrag bij elkaar kunnen
spijkeren. Hartstikke mooi. Nou, jullie zijn benieuwd natuurlijk. Ja, we zijn heel benieuwd. Dat, ja. Maar nog even, je zei net hier over een wandeling. Wat zijn dan? Iets met een padel of zo? Kun je dat even uitleggen? Ja, de padel. De ceremoniemeester van de universiteit. Ja, al die leienaars die kijken. Denken, waar heeft die man het over? De ceremoniemeester van de universiteit. En veel leienaren fietsen dagelijks langs het academiegebouw. We zijn daar nog nooit binnen geweest. Ja. En wij hebben inderdaad de prijs beschikbaar gesteld. Een rondleiding en een heerlijk hapje eten in de faculty club. Nou, dat is geweldig. Want de padel, daar ben jij namelijk. Dat is zeker. Dus, dat is hartstikke mooi. Ja. Dus, nou ja. Verrassing. Ja. Wie, als je dat toch wint, dat is toch geweldig. De illustere wereld van de Universiteit Leiden. Hartstikke mooi. Nee, mooi. Hey, vertel ons, wat levert dit op? Ik ga... Rapapa. Tata, tata. En dan gaan wij samen het laten zien. Zo. 5065. Geweldig. Euro's. Nou, en prachtig. Zijn, hoeveel panelen zijn er? Ja, ik wou net zeggen, dat hadden we net 10, 15 panelen ongeveer, ja, denk ik. Ja. Mooi, dankjewel. Jullie hadden toch 40 nodig, volgens mij? 42 hebben we nodig. Dus ja, dat is een mooie aanzet. Fantastisch toch? Begin, dankjewel. Heel fijn, lukt ermee. Nou, hartstikke mooi. Nou, lieve mensen, dat is toch geweldig, hè? 5000 euro bij elkaar via de loterij. De lat ligt natuurlijk weer hoger naar volgend jaar. Dat moet natuurlijk ook weer verbeterd worden. Maar dit voor nu, prachtig mooi. Ja. Want het gaat een blijvertje worden. Dat hebben we al besloten. Kijk, dat het is wel een van de initiatieven die door corona en tijd ontstaan. De loterij of de loterij voor je soort? De loterij in zijn algemeenheid. En ieder jaar een ander doel. Kijk, okay, dat is dan weer jammer voor de vrienden. Maar die verzinnen vast wel weer iets heel moois. Zeker, zeker. Robert-Jan, dankjewel. Erik, dankjewel. Het en komt ongetwijfeld allemaal goed met deze actie. Dankjewel. Ja, top. Dank je. Wij gaan even snel nog kijken naar een mooi filmpje. Moet ik even spieken waar het over gaat. Oh ja. Want we zitten natuurlijk nog steeds met die coronamaatregelen. Maar daar willen we natuurlijk vanaf. En daar gaan we met z'n allen voor zorgen. Door onze één aan de maatregelen te houden. Maar vooral door die prik te gaan halen. Dat gaan we allemaal doen. En dan kunnen we volgend jaar kunnen we weer naar buiten. Om het buiten te vieren. En dan lijkt het me wel mooi om te beginnen in de mors. En u kunt zo in het filmpje zien waarom ik dat zeg. Ook in coronatijd start de viering van Koningsdag traditioneel met het hijsen van de Nederlandse vlag op de Jacob Catslaan in de Lage Mors. Bewoner Klaas Griffioen startte dit initiatief 14 jaar geleden. Nou, omdat ik A, koningsgezind ben en B, omdat ik het zelf ben opgegroeid in de Provisorenwijk. En de Provisorenwijk was altijd een hilarisch en een groot feest. Daar heb ik hele goede herinneringen aan. En dat hoop ik dat het in deze wijk ook gebeurt. Voor het tweede jaar op rij een sobere Koningsdag. Wat ga je er zelf nog aan doen vandaag? Nou, het voor het derde jaar, want het jaar daarvoor was Henry niet aanwezig. Toen was Henry afwezig. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Dat was een waar gemis. Je had toen al corona waarschijnlijk. Wij gaan vandaag gaan we schilderen bij onze dochter. En we gaan de dag met tompoeze en oranjebitter gaan we wel doorkomen, ja. Na het hijsen van de vlag was het tijd voor oranje tompoeze. Griffioen legt uit hoe je die het beste kunt eten. De lekkerste zit altijd bovenop. Ja. Dus die moet je dan even afnemen, zo afnemen, hatsevats. Die leg je op je schoteltje terug. Hoppa. En dan hatsevats. En als dit dan op is, je mag niet meer een volle mond praten, dan pak je je flapje erbij. Want het flapje kan je niet om zijn kop doen, want er zit ook wel een slagroom op. Dan wordt het helemaal een puinhoop. En dan ga je dus het bovenstukje, want dat is het allerlekkerste natuurlijk van de tompoes. Tompoesen met mooi oud oranje. Want dat is de enige kleur in Nederland die met een A begint, oranje. Ja, wat kan die man lekker laats praten, hè? Die Klaas Griffioen. En hij kan overigens ook best netjes eten, want zelfs een tompoes. Mij lukt het nooit om het dan... bij mij zit het altijd overal als ik zo'n tompoes eet. Maar ze zijn wel lekker, zeker van Bakkerij Rapers. Dus hartstikke goed. Ja, langzamerhand komen we bij het einde van dit programma. En dan is het goed om ook even terug te kijken naar hoe is dit eigenlijk gegaan. Wat houden we daarvan vast naar volgend jaar? En Trudy, terug in de studio. Welkom. Ja. Hartstikke goed. En Yvonne. We kijken nog de komende 5 tot 10 minuten even terug. En daarna gaan we lekker proosten op de koning. Of op onszelf, denk ik ook wel. Mag ook, hè. Dus jij bent voorzitter van de Oranje Vereniging Leiden. Dit was je tweede jaar in beperking, zullen we maar zeggen. En volgend jaar ga je weer helemaal los, denk ik. Ja. Maar hoe kijk je nu terug? Ja, als ik nu naar het programma heb gekeken... want ik heb een beetje lopen rennen en ook gekeken... denk ik dat we hartstikke trots mogen zijn. Ik zie blije gezichten, juryleden zijn blij. De mensen van het Isoria zijn blij.
ik denk dat we de kindertjes blij hebben gemaakt. En of ze nou wel of niet gewonnen hebben, dat maakt niet zoveel uit. Ze hebben lekker getekend. Hele klasse hebben getekend. En ik heb ook altijd geleerd, je moet het eerst even een beetje doen. En dan gaat het allemaal groeien. Net zoals wat ik net hoorde over de Slag om Leiden. Dat was inderdaad, de allereerste was echt helemaal niks. Volgens mij was er nog minder dan 5000 euro toen opgehaald. En nu is het fantastisch. Dus als wij dit gaan uitgroeien, dan uitbouwen, dan, dan gaat het allemaal wel wat worden. Ja. En dan gaan we gewoon die combi doen van online en live. En daar voel ik wel wat voor. Ja. Hey, en voor de Oranje Vereniging, jullie kunnen natuurlijk niet al het werk allemaal zelf doen. Dus jullie hebben gelukkig een bestuur met veel mensen en ook ondersteuning vanuit de studenten, vertelde je net. Maar wat zou je nog iets aan mensen willen oproepen van joh, voor volgend jaar? Denk aan, weet ik het, wijkverenigingen, sportclubs. Ja. Wat zou jij nodig hebben om het een nog mooier feest te laten zijn? Nou, dat is vooral die wijkverenigingen. En er zijn een aantal wijkverenigingen die zijn heel actief. De Professorenwijk en Burgemeesterswijk. Nou, daar kan je de hele dag wel vertoeven. Dat is echt heel gezellig. En heel veel mensen, en ook mensen vanuit andere wijken gaan daar naartoe. Een soort vrienden met elkaar wordt het. In Zuidwest zijn een aantal wijken, is een wijk die heel actief is. Maar ik vind het verder wel magertjes en je moet er heel erg aan trekken en sleuren. En ik heb wel een beetje goede hoop, want ik blijf maar zeggen dat door corona, we hebben een hoop ellende erdoor gekregen. Maar dat er ook goede dingen van uitkomen. En dat is wat ik nu zie en hoor, dat er veel in de wijken gebeurt. In de tuintjes en in de op de grasveldjes. Ik zie het sporten met elkaar. Dus laten we in vredesnaam ook zorgen dat die wijkverenigingen, in plaats van alleen maar zeuren over wat niet goed is, ook leuke dingen kunnen gaan doen. Okay. En dan bedoel ik ook eigenlijk wel van ook veel jonge mensen, bijvoorbeeld nieuwe wijken. Hak die olifant in 1000 stukjes. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Ja. En geef iedereen een taak, dan is het allemaal makkelijker te overzien. Okay. Dus het is wel echt een oproep om de wijkverenigingen even een poets. Het is een mooi moment, denk ik, om inderdaad. We gaan er allemaal vanuit dat het volgend jaar weer helemaal kan. Daar zijn we 100% optimistisch over. Dus nog iets meer mensen met de schouders eronder en we hebben een nog mooier Oranjefeest. Ik kan me ook nog wel herinneren. Dat in deze stad eigenlijk nooit helemaal iets te doen was met Koningsdag. Hè. Dan gingen mensen naar Den Haag of ze gingen naar Amsterdam. Voorschoten heb ik. Of zelfs, en dat is echt de afgelopen 10, 15 jaar volgens mij totaal verbeterd. Ja. En het is goed om daar ook op door te pakken. Wat mij Yvonne, jij bent wethouder voor cultuur, maar ook voor de horeca in de stad, voor de binnenstad. Vooral de mensen waar jij veel mee te maken hebt, die hebben het echt zwaar deze tijd. Kun jij nog daar... kun je ze nog een hart onder de riem steken? We gaan bijna weer open. Ja. Ik heb vandaag echt even een rondje gemaakt door de stad. En je ziet dat iedereen zijn terras heeft opgepoetst. En dat het allemaal al klaar staat voor morgen. We hoorden ook wel ondernemers zeggen blij dat we vandaag nog niet hoefden. Want het had heel ingewikkeld geweest om alles in goede banen te leiden. Dus ik hoop heel erg dat iedereen zich zo verantwoordelijk gedraagt dat het ook langzaam uitgebouwd kan worden. Want iedereen is er wel klaar voor. De horecaondernemers, maar natuurlijk ook de winkels in de binnenstad. Hè, die hebben natuurlijk ook heel weinig publiek gekregen, heel weinig klanten gekregen. Ja. Dus mijn hart onder de riem is, volgens mij is dit de laatste online Koningsdag, zou ik zeggen. En vanaf nu hoop ik dat het aantal besmettingen naar beneden gaat en dat de openheid van de samenleving alleen maar toeneemt. Als we zo meteen gaan proosten, dan zou ik daar wel op willen proosten. Hartstikke mooi. Nou, ga je dan wel weer een keertje mee? Natuurlijk. Misschien moet het hele college mee een keer. Dat is ook leuk. Ja, dat we een soort koninklijke familie light zijn met elkaar. Dat is wel leuk, maar dan moeten we wel wat wethoudersporten, wat competitieve spelletjes doen. Dat gaan we regelen. Dat kan zeker. Bij deze geregeld. Dat lijkt me hartstikke leuk om te doen. Nou, dat is een mooi voornemen voor volgend jaar. Wij gaan denk ik toch maar proosten op toch ook weer goed werk vanuit jullie vereniging. Fijn dat jullie dat gedaan hebben. Complimenten daarvoor. Ik heb gezien dat er goed is meegedaan aan de wedstrijden. Ja. Veel mensen hebben dit ook mogelijk gemaakt. Ja. En dat verdient een glaasje volgens mij. Ja. Dus we proosten op de koning. Ja. En op onze prachtige mooie stad. Ja. Zeker. Cheers. En op volgend dat jaar. Alles weer kan. Cheers. Ja. Hartstikke goed. Proost. En jullie thuis allemaal dank voor het kijken naar Sleutelstad. Deze keer nog online, volgend jaar weer in de stad en liefst al veel eerder. Dus dankjewel.